We zijn in het gemeentehuis en we hebben net hele lelijke pasfoto's gemaakt. Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Chrisha en we gaan vandaag paspoorten verlengen. Jee. En ik ga eindelijk beginnen in het boek dat ik van Vera geleend heb. Ik zou een beetje opvlekken. Dat werd... Auw. Niemand weet wat er gebeurde, maar het deed wel heel veel pijn. Heb je in de tent, kijk daar. Nee. Jij? Nee, maar ik kon niet meer goed. Je rijbewijs? 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 Ja, je moet een rijbewijs. Rijbewijs. Auw, wat heeft iedereen vandaag, joh? Wat? Nou, eerst stoot ik dus mijn hand. Vervolgens loopt Lian tegen mijn arm aan. Oh, Til! Doe normaal, joh, Lian. Ik dacht het niet. En vervolgens loopt papa tegen de camera. Is er iets heel bijzonders wat je kwijt wil of zo? Dat nee! Je zo... Ik wil alleen Pokémon Go doen. Oh, nou, dat kan niet op mijn telefoon. We zijn in het gemeentehuis en we hebben net hele lelijke pasfoto's gemaakt. Ja, eigenlijk dat. En er is niet echt iets anders wat ik kan vertellen. Nou ja, behalve dat de laatste keer dat ik hier was denk ik 2 of 3 jaar geleden. Toen had ik een prijs gewonnen omdat ik een enquête had ingevuld. En daar had ik wel een tiara. Die tiara is echt een mooie herinnering hoor. Oh, mooi. Ik zit net in mijn oog te wrijven en dan heb ik de camera aan. Maar, we hebben pas identiteitsbewijzen verlengd. En ik kijk weer heerlijk chagrijnig. En, Lian en Sian zijn dus nu ook paspoorten aan het verlengen. En ik kwam er dus net achter dat de meetlat bij Gilliam het niet goed doet. Want ik ben dus 1,62 meter en niet 1,63 meter. Dat kwetst me best wel, dat hij dus altijd tegen me, als ik tegen de deur aan ga staan, dat is van 1,63 meter. 62. Oké, okay, R1, hou je iets mee vast? R1. Ja. Dat doe ik toch ook altijd wel. We zitten thuis springen. We zitten in de woonkamer met z'n allen, dat is al iets wat niet zo vaak voorkomt. En mama masseert mijn schouder, want die doet heel erg veel pijn. Wat voorkomt? Mag het heel kerst? Een soortje beeldwazig. Papa, wat heel kerst? Ja, maar ik pak ja, mama denkt dat het komt van het appen. Nee, ik doe R1. Ah! Doe je niet R2 of L1? Rechts, hè? Ah! Heerlijk, hè? Je kan gewoon je kinderen mishandelen. Je noemt gewoon masseren. Dat is vlog, hè? Ah! Papa, jij hebt wel die cake nodig als je dat probeert. Ja, maar hij wil niet naar die cake toe. Lian, Sian. R1. En papa. Zijn dus Little Big Planet aan het spelen. En daarom worden je dus net ook zoveel geschreeuwd op de grond. Nu weet je wat? Het is. Ja, oh, het is zo gelukt! Zo gaan we even over de muren gooien. En ja, ik weet dus niet of het op beeld staat of jullie het goed kunnen zien, maar het ziet er voor ons heel komisch uit. En papa begint het door te krijgen hoor. Papa, doorlopen. Door, daar. Ja, niet eens in een cake dwars. En ik... Hij wil dit. Hij had ook een cake laten vallen. Daar niet. En ik ben nog steeds... Ik word nog steeds gemasseerd. Wat is dit voor haar beest? Ik smeer je. Je zit met je hand voor het beeld. Oh nee. Dat weet ik. Oké, ik film omdat er tegen mij gezegd werd... Chrisha, je moet dit filmen. En mijn been slaapt en ik word helemaal panisch. Want hij wil niet... Ah! Mama! Nee. Oh mijn god. Auw. Oké, stilte. Stilstaan, allemaal! Ja. Ik heb een probleem, ik heb een clown hier. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar ze zijn echt slecht. Echt, joh. Die andere baby begint nu ook.
slapen. Kijk, twee apen. Zie je die rode knoppen daar? Daar moeten we iets tegen aangooien. Ja, de rode knoppen. Tegelijkertijd moeten we tegen die rode knop iets aangooien. Aan de zijkant. Het gaat ook echt handig bij ons, hè? Papa, die snapt niet wat hij moet doen. Nee, nou, dat hele Pac-Man... Pac-Man? Little Big Planet? Of Insect Boys? Gebeuren werkt niet. En papa is mijn skin. En mijn skin is dus een prinses. In een helder blauwe jurk. En blonde haren. En het ziet er echt komisch uit. Want dan roepen ze de hele tijd... Papa, komen! En dan zie je dus een prinsesje achter ze aanlopen. Het is echt mooi. Het is echt heel mooi.